Ondernemen is succes creëren. Succes bij je klanten, zodat zij bereid zijn jou te betalen en aan te raden bij andere klanten. Je belangrijkste materiaal zijn je mensen. Dus misschien is mijn allerbelangrijkste tip: geef je energie om je mensen te faciliteren, sterker te maken en een gezamenlijk doel te laten ervaren. Help hen en cijfer jezelf weg. Maak jezelf onbelangrijk en help hen succes bij de klanten genereren. Dat maakt jouw organisatie succesvol. Succes! Ik heb net de workshop gedaan bij Jeroen Buscher. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik heb heel veel herkenning gezien, met name in... dat het verstandig is om niet te veel mee te denken met ons personeel, maar vooral het personeel te laten denken. En dat wij het gewoon bekijken van een afstandje. Wees een voorbeeld voor je personeel. Betrek ze overal bij in je bedrijf. Zorg ervoor dat je wekelijks, of als het niet haalbaar is, in ieder geval maandelijks evaluatie te hebben over alles wat er is gebeurd. Het vertrouwen is heel belangrijk. En wij zijn zelf heel enthousiast, positief en dat dragen we uit aan ons personeel. Ik heb net een inspirerende lezing meegemaakt en ik voel me erin bevestigd dat ik niet te veel moet letten op hoe laat medewerkers binnenkomen. Laat ze hun eigen tijd bepalen en met VPN kunnen ze inloggen thuis. En ik voel me daar goed in geïnspireerd om te letten op output en niet op aanwezigheid. Ik ben gevraagd of ik een slimmer werktip wil geven en dat wil ik wel. Ik schrijf veel en ik krijg op allerlei momenten inspiratie. En doordat ik een iPhone heb met de applicatie Evernote daarop, kan ik eigenlijk dat altijd gewoon vangen. En dan schrijf ik dat heel snel op en een paar steekwoorden erbij. En later, als ik dan achter mijn laptop zit, daar zit het ook op. En dan ga ik het lekker uitwerken. En op die manier vang ik altijd mijn inspiratie. Dus dat wil ik graag delen met je. Mijn tip is voor al die bedrijven die met een stand naar een vakbus gaan, maar eigenlijk ook voor een heleboel andere bedrijven. Zorg eerst dat je een bepaalde strategie hebt om vertrouwen te winnen bij je klanten. They know me, they like me, they trust me and then they buy from you. Dus dat gaat niet zomaar. Over het algemeen duurt dat 7 tot 25 contactmomenten. Zorg dus dat je een strategie bedenkt hoe je dat vertrouwen wint in die contactmomenten. Dus zorg dat je marketing eerst na de beurs goed in elkaar steekt. Dan komt die sales vanzelf. Dat was mijn tip. Mijn tip voor u is slimmer werken. Ga toch in hemelsnaam dichter bij uw werk wonen, want dat file leed, dat levert helemaal niks op. Dank u wel. Slimmer werken betekent dat je mensen het vertrouwen geeft, dat ze het vertrouwen ervaren om hun eigen tijden in te delen, om zelf verantwoordelijkheid te geven. En dat je dus als ondernemer, manager, mensen faciliteert om hun eigen taken, resultaten en verantwoordelijkheden te nemen. Ja, wees als ondernemer vooral hartstikke lui en ga niet de vragen van je werknemers beantwoorden. Want op het moment dat je dat doet, gaan zij niet meer nadenken, maar legt de verantwoordelijkheid bij jou.